Zoals jullie weten heb ik alle skins in Brawl Stars. Wat aan de ene kant wel een beetje ernstig is, maar aan de andere kant ook wel vrij vet natuurlijk. Ja, het is wel vet dat ik ze allemaal heb, maar het is misschien meer ernstig dan dat het vet is. Maar maakt niet uit, ik vind het in ieder geval nice. Maar wat ik nog niet heb is alle pins in Brawl Stars. Dat zijn natuurlijk die reacties die je kan hebben voor knokkers. Maar ik ging even uitrekenen hoeveel ik er ongeveer nog nodig had. En ik kwam erachter dat ik al in de buurt zit van alle pins die je kan hebben in Brawl Stars. Dus ik ga proberen alle pins langzamerhand vrij te spelen in Brawl Stars. Kijken of dat ooit een keertje gaat lukken. Het zou insane zijn. Vandaag gaan we in ieder geval deze 3 pakketten kopen. Ik heb er een leuke challenge bij bedacht. Dus dat gaat ook gebeuren. En ik ga zo meteen ook even vertellen hoe ik het ongeveer heb uitgerekend. Dat ik al bijna alle pins heb. Want het zijn er echt belachelijk veel. Ik heb het niet stuk voor stuk geteld. Ik heb het ongeveer geteld. Laat ik het zo zeggen, zeg maar. Maar voordat ik dat allemaal ga vertellen, doe dat duimpje omhoog. 5000 likes op deze video zou heel tof zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten, gebruik de code BOOS in de shop. Oh, die van mij is weer uitgevoerd. Om de 2 weken wordt die even uitgevoerd. Moet je natuurlijk niet vergeten opnieuw in te vullen. En check BOOS.nl voor BOOS aan mijn kleding. Deze is alleen een beetje een oude t-shirt van een paar maanden geleden. Niet meer beschikbaar. Een limited edition voor degenen die hem hebben. Dikke shout-out naar jullie. Maar laten we nu maar gewoon lekker gaan beginnen. Oh ja, met het vertellen over mijn emojis. Dit zijn alle reacties of pins die ik heb. Zo kan je het zeggen. Ik heb er al belachelijk veel. Dit is echt al niet normaal. Ja, check dat, dit dan. En het voordeel is wel bijvoorbeeld van Gil, Surge, Colette, Lou. Dat zijn Colonel Rust. Dat zijn allemaal chromatische knokkers. En al die reacties, zeg maar, kon je al vrij spelen in de Brawl Pass. Daardoor heb ik al die reacties al vrij kunnen spelen. Dus dat is heel nice. Dus daar hoeft je verder niks voor te betalen verder. Maar ik had even op een website gekeken. En daar stonden zeg maar alle pins die je zeg maar kon vrijspelen. En elke knokker heeft gemiddeld ongeveer 8 zeg maar van die reacties. Chromatische knokkers hebben dus wat meer. Maar de meeste gewone knokkers die hebben er een stuk of 8. En sommige hebben er wat meer. Maar in ieder geval, ik heb een beetje uitgerekend. Plus nog die reacties die je hieronder hebt. Er zijn ongeveer volgens mij tussen de 400 en 450 reacties in het spel. Ik weet het niet exact hoeveel, maar volgens mij, ik denk misschien eerder richting de 400, zijn er ongeveer zoveel. En ik heb even uitgerekend hoeveel ik er heb. Ik heb er momenteel 311. Ik heb 311 reacties. Er zitten zeldzame tussen, er zitten minder zeldzame tussen. Voor El Primo bijvoorbeeld heb ik er nog niet heel veel. Ik heb boos gezegdje, blij gezegdje. Hier moet ik er nog wel wat voor vrijspelen. Maar ik heb ook heel veel knokkers waar ik er al wel heel veel voor heb. Oh, hier heb ik er 3. Maar in ieder geval, ik heb ongeveer uitgerekend dat ik waarschijnlijk nog ongeveer 100 pins moet. En dan heb ik ze allemaal. Als het ongeveer tussen de 400 en 450 pins er in totaal zijn. Maar dan weet ik dus niet helemaal exact zeker of dat het geval is. Maar ik heb er dus momenteel al 311. Dat is insane veel. Dat is echt bizar veel. Maar vandaag gaan we er dus meer bij krijgen. Dus dat is helemaal mooi. We gaan die van El Primo kopen. Die kost natuurlijk wel wat edelstenen. Maar die gaan we doen. Vervolgens moet ik een win met El Primo halen. Voordat ik de volgende reactiepakket mag kopen. Dat is ook een epische. En dan vervolgens moet ik met de knokken die ik dan krijg. Waar ik een reactie dan voor krijg. Moet ik ook een win halen. En dan mag ik de laatste reactiepakket kopen. Dus ik moet een keertje eerst worden met El Primo. Voordat ik de volgende reactie mag kopen. Ik dacht dat is wel een leuke challenge. We doen wel onbeperkt potjes, dus ik mag onbeperkt aantal keer proberen om eerste te worden. Maar misschien gaat het heel lang duren. Misschien is het ook zo voorbij. En dan ben ik het leuk gemaakt bij de laatste reactiepakket. Mag ik 1 knokker kiezen van de 3 reacties die ik krijg. Daarmee moet ik spelen. En stel ik haal met die knokker ook nog een win, mag ik ook nog die 2 megadoos kopen. Dat wordt dan de laatste challenge. Ik ga even trouwens verlaten met mijn andere account. Die had ik gewoon puur gejoined, zodat ik even in de chat... Oh, die kan ik nu ook gewoon zien. Oh, dat was een beetje onzin dat ik dat dan deed net. Ik dacht, dan moet ik even joinen en dan volgens kan je praten en dan kan je dit doen. Ah, maakt niet zoveel uit. Of kan je... Nee, kijk, nu kan het niet. Je moet wel in een soort van team zitten om dat te kunnen doen. Maar we gaan nu eventjes hier spelen. We gaan in de Squeak map spelen. Iemand heeft Squeak gemaakt. Op zich wel grappig. En gaan we eens kijken wat die terecht van gaat komen. Let's go. Het zou wel ziek zijn als ik gewoon meteen het eerste potje weer ga halen. Maar het hoeft dus niet meteen. Het kan dus ook wel een tijdje gaan duren voordat ik uiteindelijk die challenge ga halen. Maar laat me even weten in de comments hoe lang jullie denken dat ik bezig ga zijn om zeg maar alle reacties te krijgen. Denken jullie dat ik dat zo voor elkaar heb? Of denken jullie dat dat echt gewoon nog echt maandenlang gaat duren? Het scheelt wel dat je tegenwoordig elk weekend 3 van die aanbiedingen heb, waardoor je toch wel iets sneller, zeg maar, al de reacties kan vrijspelen. Kom maar, komt u maar, komt u maar. Oké, ik moet nu even uitkijken. Oké, ik moet echt even mijn super krijgen eigenlijk. Oké, even mijn super en moet even weer uitkijken. Die Shelly, die heeft ook zijn super, dus daar moet ik nu niet naartoe. Nee, ik ga eventjes hierheen.
ben wel bang dat... Oh ja, die zus die zit er inderdaad. Maar ik heb mijn super, dus dat scheelt. Maar ja, het is alsnog irritant. Oké, ik ga even mijn super hier inzetten. Oké, ja, dan kan ik weg. Dan kan ik weg. Oké. Ah, nee. Oké, shit. Geen eerste. Maar we blijven het doorproberen. Ik wil gewoon één potje eerste worden. Maar ik weet niet of wel Primo helemaal de meest geschikte knokker is hier. Zo. Ik wou ook niet op die zus springen. Want ik wist sowieso dat hij zijn super zou inzetten. Dan zou ik sowieso dood zijn gegaan. Dus ik wou gewoon weggaan. Maar ja, achteraf had het niet geholpen. Dus dat is een beetje pech. Maar ik zelf denk ik dat ik binnen 2 maanden wel alle reacties heb. 2 maanden, dat is mijn gokje. Want in de Brawl Pass krijg je natuurlijk standaard reactiepakketten. En verder natuurlijk ook elk weekend. Maar laat even de hoogtepunten zien vanaf nu. Oké, dit potje gaat wel prima. Ik heb ondertussen 5 krachtpunten, dus ik ben behoorlijk sterk. Zit die even hier? Ik ga gewoon even die hier kapot maken. Oké, ik ga hem aanvallen. Ik ga hier zo meteen aanvallen. Jongen, ik ben ziek OP sterk nu. Ik heb een super... Ja, ze zitten met z'n tweeën. Maar ik ga gewoon kijken of dit gaat lukken. Ik ga gewoon kijken. Ik zal gewoon mijn super gaan inzetten. Hier, komt u maar, Ebit. Komt u maar. Ik zal weer gewoon mijn super inzetten. En dan kan ik eventueel mijn gadget inzetten. Maar dat is achteraf niet eens nodig. Hoppa! Oké, nice. Dit moet ik nu wel kunnen afmaken. Dit moet haast wel. We kunnen misschien mijn gadget inzetten. Kijk, dan kan hij ook niet slaan. Dat is zo'n goede tactiek met El Primo. Een nadeeltje is dat ik nu niet zo heel veel kan. Ja, maar die Crow kan ook niet zo heel veel. Oké, die kan toch wel iets meer dan dat ik dacht. Ik ga hier even om dit hoekje. Maar ja, die heeft natuurlijk wel zijn super, die Crow. Dus die kan nu eventueel zijn super inzetten. Oké, ja, maar ik kan hier ook staan. Oké, nice. Ik heb nu ook mijn super. Ah, nee! Nee. Kom hier. Nee! Ga ik nu verliezen? No, ziek gespeeld van die Crow. Oh, en ook niet heel goed uitgespeeld van mij. Yo, man. Oké, we zijn 2e geworden. We moeten nog even doorstrijden, want ik moet een winnaar. Ik moet dus een keertje eens worden voordat ik de volgende reactiepakket mag kopen. Oké, het is momenteel showdown. Eén probleempje. Ik zit nu iets niet helemaal lekker. Oké. Die Crow zit hierboven. Oh, maar dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Want die Crow heeft volgens mij geen super. Dus die kan niet zijn super inzetten. En ik heb 10.000 levens. En die Crow heeft sowieso minder levens. En dit is precies het midden. Dus ik denk... Ik denk dat ik nu ga winnen. Gewoon puur door het gif. Ik zou even een emoji doen. Oké. Lol, ik denk dat hij nu niet door gaat hebben. Ja, dit is wel geniaal. Let's go. Oh, dit is heerlijk. We kunnen ook nog wel nog een emoji. Nee, zo meteen ga ik hem zien. Ja, kijk, hij kan nu niks. Hij gaat nu dood door het gif. Ja, inderdaad. Dat was te voorspellen. Is die game. Oké, top. Uiteindelijk had ik 4 of 5 potjes nodig om hem in te halen. Het is uiteindelijk gelukt. Dat is mooi. Dan kunnen we nu deze reactiepakket kopen. Dus dat is mooi. We hebben nog 34 minuten. Dus met de knokker die ik nu krijg, moet ik binnen 34 minuten winnen halen. En het is Amber. Dus we gaan even met Amber spelen. Natuurlijk ook een leuke knokker om te spelen. Een van de knokkers die ik level 30 heb gehaald. Let's go. Dan kan ik natuurlijk ook even die reacties selecteren van Amber. Doe even deze. En hier doe ik deze. Of nou, dan doe ik deze hier. En deze doe ik hier. We hebben een beetje van alles wat. Ja, dat vind ik er altijd leuker uitzien. Oké, let's go. Laten we lekker met Amber gaan spelen. Oké, ik heb al een zieke tactiek. Ik ga hier gewoon langzamerhand alle bosjes slopen. Dat is mijn tactiek. Ik ga gewoon hier een beetje afwachten. Oh, daar is nu ook een 8-bit. Daar kunnen we misschien even wat damage op doen. Oh, in ieder geval iets damage gedaan. Zit ik iets dichter bij mijn super. Maar ik wil eigenlijk proberen hierboven eigenlijk bijna zo goed als alle bosjes kapot te maken. Op het moment dat dat is gelukt, dan kan ik dan iets meer op afstand spelen. En dat is wel een stuk chillen. Die 8-bit die zit daar nog. Dus wil ik even weg hebben. En dan kunnen we hier even mijn super in gooien. Zo, en kijk, dan kan ik in ieder geval iemand zien aankomen vanaf die kant. Ik wil dat eigenlijk hebben. De onderkant laat ik dan eventjes. Dan ga ik proberen de bovenkant helemaal kapot te maken qua bosjes. Dan kan ik gewoon lekker op afstand vechten. En dan heb ik ook geen problemen met de Shelly of met een El Primo. Want anders zou dat nooit gaan lukken met Amber zijnde. Maar ik ben benieuwd of dit nog iets gaat worden. Ik geef zo meteen weer een update. Oh, er komt nu een El Primo. Of nee, een Mortis aan. Oké, ik heb die nu in de fik. Dus dat is mooi. Zit hier nog een knokker? Nee, hier zit geen knokker. Gaat hij hier zo langs? Als hij hier langs gaat, moet ik mijn super hier gooien. Nee, oké. Okay, oh, jawel. Kijk, daarom wou ik alles open hebben. Dan kon je alles mooi zien aankomen. Nee!
Stop een Shelly, zet er nog een Shelly met een super. Oh, het klinkt zo lekker. Oh, dit is wel de tactiek hoe ik het moet doen. Maar dit gaat nog best wel lastig worden om zo'n win te halen. We hebben nog 29 minuten de tijd om win te halen. Dat moet toch lukken, zou je denken. Oh, joh, maar op deze manier, het is te doen, maar het is best wel pittig. Maar we blijven het doorproberen. Oké, we zijn ondertussen in een volgend potje. We zijn met de Surge. Die zit erboven. En nog met een El Primo. En de map is nu ondertussen wel redelijk open. Dus dat is wel echt heel relaxed. Ik zal hier in het midden even een plasje neerleggen. En wat gaat die El Primo doen? Oh, die zit hier nu echt in een shit situatie. Oh nee, dan krijgt hij net zo super. Oké, maar hij komt niet bij me. Dan ga ik hem killen. Hoppatee. Het is uiteindelijk nog vrij makkelijk gelukt. Ja, ik had minder potjes nodig dan dat ik had verwacht. Volgens mij heb ik nu 4 of 5 potjes gespeeld. Hier eerste, hier tweede, hier negende, hier negende. Ja, dat ging niet heel goed. Hier werden we eerst met El Primo. Dus 4 potjes nodig om met Amber eerste te worden. Val mee. Maar dat betekent dat we deze reactiepakket mogen kopen. Daarvan mag ik 1 knokken kiezen. Daar mag ik 1 potje mee spelen. En als ik dan eerste word, mag ik nog een megadoos openen. We kunnen kiezen uit Carl, Frank of 8-bit. Dan ga ik denk ik toch voor 8-bit. 8-bit is wel echt OP. Alhowel is Frank ook wel OP, maar voor solo showdown vind ik Frank dan net wat minder. Dan ga ik even 8-bit selecteren. Welke reacties? Ik heb dus ook al wel een paar reacties voor 8-bit. Even deze. En hier doe ik die hel emoji. En hier doe ik een lachetje. Ja, doen we het zo. Of hier, dit is ook een beetje een boos gezicht. Nee, ik doe wel nou. Zo, dan hebben we... Ja, dit vind ik wel leuk. Oké, dan gaan we nu met 8-bit spelen. Eens kijken. Dit potje krijgen jullie wel helemaal te zien. Ik moet heel geconcentreerd en goed gaan spelen. Want anders gaat dit helemaal niks worden. Ik zie trouwens dat mijn camera zo uitgaat. Want om het half uur gaat hij gewoon uit. Ik ben al gewoon een half uur aan het opnemen. Oh no, ik heb Amber geselecteerd. Oh, ik moet mezelf even af laten gaan. We moeten natuurlijk 8-bit selecteren. Dat was een beetje dom. Nou, ik heb mezelf even dood laten gaan als Amber zijnde. Ja, nu kunnen we lekker met 8-bit spelen. Dat was altijd de bedoeling vanaf begin af aan. Maar ja, ik speelde per ongeluk nog een potje met Amber. Maar ik heb dus 1 kans. En die kans gaat misschien nu al verspeeld worden. Misschien, misschien ook niet. Oh, nog net niet. Dat scheelde helemaal niks. Dan was ik al bijna de lul. Ik nam die jump en ik dacht, oh, ik had echt beter kunnen wachten op het moment toen ik die jump nam. Ja, nou ja, is niet anders. Komt u dan, mijn Nani. Komt u dan. Komt u dan. Oké, die boot, daar hoef ik niet voor tegen. Dit zit nu nog aan de andere kant. Oh, dit is ook weer niet normaal. Oké, ik kan wel redelijk snel lopen. Oh no, ik moest die telefoon nemen. Ik drukte naast. Oh yo. Oké, nou laat maar. Geen extra megadozen. Geen extra megadozen voor mij. Oh, jammer. Maar in principe prima. We hebben de rest van de aanbiedingen wel kunnen kopen. Heb ik weer mooi wat reacties erbij. In totaal 6. Dus we gaan langzamerhand gaan we richting de 100%. Maar ja, dat gaat dus nog even duren. Maar we hebben in ieder geval weer wat bijgekregen. Dus dat is mooi. Maar ja, dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!